In deze tweede instructievideo voor de webversie van Schooltas gaan we aan de slag met prikkers. Een prikker maken doe je anders dan in de Schooltas-app. Je klikt met je linkermuisknop op de plek waar je de prikker wil plaatsen en je houdt de muisknop ingedrukt. Je ziet dat de prikker nu naar beneden is gevallen en dat het schrift er aan de zijkant inschuift. Ik kan hier nu een nieuwe notitie maken. Ook in de webversie kan ik trefwoorden invoeren waarmee ze gevonden kunnen worden. Ten slotte is het ook in de webversie natuurlijk mogelijk om een afbeelding toe te voegen. Ik tik hiervoor op de camera en ik kan een afbeelding kiezen. Ik sla de prikker op door op opslaan te tikken. Door op de notitie te klikken opent hij zich. Het schrift sluit je door op het pijltje naar rechts te klikken. Door op het pijltje naar links te klikken wordt het schrift weer geopend. De prikkers zijn verder net als in de app zichtbaar in het schrift en je kunt ze bijvoorbeeld delen. Je deelt ze dan gelijk met de hele wereld, dus alle andere Schooltasgebruikers in het boek. Je kunt de prikker verwijderen door rechtsonder op het vuilnisbakje te klikken. Je kunt er nu voor kiezen om de notitie in het schrift te laten staan of die ook te verwijderen. Overigens kun je in de Schooltas webversie, net als in de app, links plaatsen en YouTube video's. Dat werkt hetzelfde als in de appversie.